We vieren vanavond een One Day Gallery by Don. Weer zo'n fenomenaal idee van Don. En ook de uitvoering is echt weer helemaal top. Heel veel kunstwerken, meer dan 80 geloof ik, zijn gedoneerd door fotografen. Het is allemaal fotokunst. En die worden hier vanavond verkocht, hopelijk allemaal. En dat levert, als het goed is, heel veel geld op voor Stichting Don. Stichting Don zet zich in voor de genezing van diabetes type 1. En dat doen we door middel van fundraising, halen we geld op. En we ondersteunen ziekenhuizen, wetenschappelijke instituten, laboratoria in Nederland, in België, in Israël. Om uiteindelijk genezing van type 1 te bewerkstelligen. De reden waarom ik de shoot heb gedaan voor Stichting Don is omdat ik heel kort op de fotovakschool heb gezeten in Amsterdam. En ik daar in de klas zat met een meisje die ook verbonden is met Stichting Don, Sietske. En op het moment dat wij met elkaar in de klas zaten, verloor zij haar zicht. En ik kan me dat moment nog heel goed voor me halen, omdat ik dat zo'n vreselijke gedachte leek. Dat ik als fotograaf mijn zicht zou verliezen. En het verliezen van je zicht is natuurlijk een van de grote kenmerken van de ziekte diabetes. We hebben het thema sluit je ogen niet voor diabetes daarop ook bedacht. En vond ik dat een hele mooie link om mijn bijdrage op die manier te kunnen doen.